Het waterproductiecentrum op La Liberté in het district Kommewijnen is een feit. Deze faciliteit is op vrijdag 10 december 2021 in gebruik genomen door president Chandrika Persat Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. De Surinaamse waterleidingmaatschappij startte in februari 2020 met de bouw van dit waterproductiecentrum, zodat het drinkwaterprobleem in Kommewijnen tot het verleden zal behoren. Als regering hebben wij laten zien dat wij doen wat wij beloofd hebben. Het drinkwaterprobleem in Kommewijnen heeft een lange geschiedenis gehad. Vandaag is hier een verandering ingekomen. Schoon drinkwater is een recht van ieder burger. Het is geen luxe. Ik maak mij sterk om overal in dit land de Surinaamse burger te voorzien van 1x24 uur elektriciteit en gezond drinkwater uit de kraan. Als regering is het onze plicht om voor deze nutvoorzieningen te zorgen. We willen de problemen van water en elektriciteit voorgoed veranderen. Achterstanden van decennia lang moeten worden ingelopen. Van hieruit, me feliciteer alles maar Kommewijnen. Me feliciteer de regering, president. President Lixaubetaki, water. Alles aan de man, we spelen de omschar water gieding. We hebben campagne gevoerd. Hier in Kommewijnen. En uit die campagne en uit ook ons onderzoek waren er 5 issues die prioritair waren in Kommewijnen. En de eerste 2 issues waren namelijk het waterprobleem, met name het drinkwaterprobleem en het fileprobleem. En we hebben gezegd, we gaan de 5 aanpakken en misschien meer dan 5. Maar we beginnen alvast met die problemen die Kommewijnen aangegeven had als high priority. En vandaag lossen we eentje op. Het drinkwaterprobleem. En we gaan door. Want ik heb die structuren, de DC en SWM, al ontvangen op het kabinet van de president. En ik heb duidelijk gevraagd of met de knop vandaag heel Kommewijnen wel voorzien zal zijn van drinkwater. En het antwoord is nog niet. En aan het nog niet moeten we gaan werken na vandaag. De straten, de buurten, de wijken, rechteroever van Kommewijnen, oosten van Kommewijnen, voorbij Tamaregio. En ieder in alle gebieden moet drinkwater krijgen. En we kijken uit naar die voorstellen. Zoals de directeur SWM dat gezegd heeft, ze zijn ready om te komen presenteren. En u gaat de uitnodiging krijgen nog voor einde van dit jaar. Zodat we snel de raadsvoorstellen kunnen opmaken en VP's kunnen sturen en dit kunnen goedkeuren en de financiële middelen vrijmaken. Dat iedereen in Kommewijnen over voldoende en gezond en veilig drinkwater kan beschikken. Laat me alvast alle bewoners van Kommewijnen feliciteren met dit belangrijk moment. Waarom zeg ik belangrijk moment? Het is iets wat de bewoner, wat ik als een bewoner van Kommewijnen, ook als burger van het district Kommewijnen en ook natuurlijk alle andere mensen van Kommewijnen, dit al lang hebben gewacht. Weet u, ik ben op dit moment 53 jaar oud en we hebben als het ware al die jaren gewacht op een schoon drinkwater. Op dit moment gebruiken vele inwoners van Kommewijnen putwater of ze vangen zelf water op vanuit de regen en dat slaan ze op in durotanks. Ze gebruiken dan hydrofors en dergelijke. Maar met deze ontwikkeling verwachten we natuurlijk meer. Het is een begin. Daarom heb ik ook in mijn speech aangegeven en ik doe ook nogmaals een beroep op de regering om dit niet zo te laten. Het is een mijlpaal, maar natuurlijk verwacht ik ook naarstig dat ook uit mijn eigen huis en ook met alle andere huishoudens die ik ook in Kommewijnen meemaak, dat die ook verwacht om een keer de kraan te kunnen opendraaien en een schoon drinkwater te kunnen krijgen. Dat is voor elk individu heel belangrijk. En niet alleen voor de mens,
voor gezond drinkwater, voor onze hygiëne, voor de gezondheid. Maar wat ik ook heb aangegeven in mijn speech, deze ontwikkeling zal maken dat er andere sectoren zijn die ook beter zal ontwikkelen. Vroeger was het vuilwater, nu hebben we beter water na enkele jaren toe. Met deze nieuwe installatie verwacht ik zonder meer veel beter. En dat was zeker wat ik gezien heb aan die monsters van het water op tafel. Zijn uitstekend van rivierwater tot helemaal goed drinkwater. Te maken voor het volk en eventueel, wat het verteld is ook, dat het hydrofoor overbodig gaat zijn. Ik zou dat zeer op prijs stellen voor de bewoners van Komwijnen. Er zijn heel wat van arme mensen die dat niet kunnen permitteren, de hydrofoors. Dus ik verwacht het beste. Ik heb er vertrouwen in.